De KPNI-divisie wordt mede mogelijk gemaakt door FBTO, H&M en KPN. Yes, dames en heren, welkom bij speelronde 12 in de KPN E-divisie. Het is vandaag de eerste wedstrijd van Willem II en ook van Utrecht. Beide ploegen nemen het vandaag nog een keer op. Het is een dubbele matchday, zou Stefan gezegd hebben. Het is een mooie pot, een belangrijke pot ook, om even te vermelden. Beide ploegen strijden namelijk voor die top 12 plek, voor die play-off ticket. Het is Willem II die momenteel 13e staat met 12 punten. Utrecht 11e met 14 punten. Dus een hele belangrijk moment hier al gelijk in de wedstrijd voor Sam van der Hoofd die de 1-0 intikt. Een schitterende aanval. Tweede paal. En dan is het Pelé die de 1-0 erin ramt. Ik wil net zeggen, het is een hele belangrijke wedstrijd eigenlijk voor Utrecht. Ja, eigenlijk ook voor Willem II natuurlijk. Maar eigenlijk meer voor Utrecht, want op het moment dat zij deze pot zouden winnen, gaan ze 17 punten en slaan ze al een gat van 5 punten dus met Willem II. Maar ja, altijd als je zoiets natuurlijk wilt gaan zeggen op dat moment, dan is het de tegenpartij die scoort. En dat heeft Sam net al gelijk gedaan. Gelijk vanaf de aftrap. Mooie goal, mooie actie. En het is Pelé die hem afmaakt. En dat betekent dus op het moment dat Willem II wint, dat ze met een puntje over Utrecht heen gaan, wat heel erg belangrijk is. Voor Willem II natuurlijk om in ieder geval bij die top 12 te komen. Daar zit er nog steeds bij. Heracles, Groningen ook nog niet eens in die top 12. Feyenoord net op het randje. AZ er net iets boven. Dus ja, genoeg concurrentie daarvoor voor Willem II. Als je ziet dus dat die topploegen er nog niet eens bij zitten. Dan is bij die top 12 komen de tweede seizoenshelft al een opgave. Je zou zeggen, ja kijk, top 4... Oké, zo be it. Maar ja, moet je straks zien wat voor topploegen niet eens in die top 12 gaan komen. Terwijl hier een overtreding wordt gemaakt, lijkt mij, van Utrecht. Mag door. Mbappé. Mooie actie, mooi moment, maar goed gered door Moments Schmeichel. Toch opvallend, sommigen kiezen voor die Schmeichel. Andere voor Van der Sar. Toch eigenlijk 80% kiest voor Van der Sar. Je ziet eigenlijk geen andere doelman. Geen Team of the Year Neuer. Geen Moments Tsjech. Ik zelf wel altijd best goed vind die Tsjech. Yashin ook heel erg goed. Worden eigenlijk niet gekozen. Het zijn Schmeichel en Van der Sar. Hier een mogelijkheid misschien voor Ronaldo. Maar dit is buitenspel, denk ik. Ja, het is buitenspel. Vorig seizoen werd het 6-4 voor Utrecht. 4-6, moet ik dan eigenlijk zeggen. Op papier staat het hier. Tim speelde 3-3 tegen Melvin. Het is nu Sam die op de PlayStation speelt. En het was Sam die verloor 1-3 van Jay. En daar gaat dus Tim straks tegen Jay spelen. Ze hebben dus gereld van console, wat leuk is. Waardoor je dus geen... dezelfde wedstrijd eigenlijk krijgt. Wat misschien voor beide spelers misschien ook wel lekker was. Even dat je niet weer dezelfde spelers tegenkomt natuurlijk op de Xbox of de PlayStation. Dat je het keer allebei tegen de ander gaat opnemen. En tot nu toe net onder het randje van de playoffs. 1 puntje tekort, te komen ze daarvoor. Ik weet even niet hoeveel Willem II vorig seizoen ging op dit moment. Zien wat Sam ze staan allemaal stil, man. In balbezit kan. Hij zegt, ze staan allemaal stil, man. Ja, het zou heel goed kunnen. Vandaar dat Utrecht hier weer in de omschakeling in balbezit is. Ronaldo draait zo'n nut met. Ja, het doet hier heel veel trucjes achter elkaar. Een paar keer de sleep. En creëert bijna een mogelijkheid
is wel een beetje het spel dat we kennen van Sam. Het is ook 34% balbezit slechts. Ja, dat is niet goed. Dat is natuurlijk hetgeen wat je niet wil. Je staat wel 1-0 voor, maar het is vragen om problemen. Als je zo weinig balbezit hebt, dat moet je dan toch gaan verbeteren. Dan maar een paasje naar de backs, dan maar naar de centrale verdedigers. Maar in ieder geval niet zorgen dat Utrecht te lang in balbezit is. Kijk, maat, ja, ik kan die bal gewoon niet houden. Kijk wat mijn spelers aan het doen zijn. Sam die heel erg ontevreden is over zijn spelers. Gebeurt van alles, waar hij niks aan kan doen, zegt hij zelf. Fernandes, ja, het is vragen om problemen en het is hier een probleem. Pasen die bal. Melvin. Ja, mag je niet erachter komen. Kijk dan. Die de goal maakt. Het is ja, Sam die eigenlijk zichzelf een beetje op de manier van Sam zichzelf weer in de problemen brengt. Ja, dit gebeurt hem vaker. Loopt dan te klagen over het spel en leidt dan vaak slordig balverlies een paar keer achter elkaar. En dan, ja, nogmaals, met zoveel balbezit gaat Utrecht een keer een kantje benutten. Ja, dat is gewoon ontzettend zonde. Kijken of Sam nog weer iets voor de rust kan betekenen. Het is 41 minuten alweer. Kiest hier nu wel inderdaad voor die goede balbezit. Maar ja, precies op het moment dat ik dat natuurlijk weer zeg, dan geeft hij een onmogelijke paas. Nee, jongen. Helemaal erover. Ik denk als iets is wat Sam moet gaan verbeteren in zijn spel, is het die balbezit, die mogelijkheden. Ik snap dat het spel af en toe niet meewerkt, maar ja, dat moet je wel echt gaan aanpassen. 45 minuten, laatste aanval, laatste mogelijkheid voor Willem II om in ieder geval iets nog te betekenen voor de rust. Hier een grote kans misschien voor Arnijn, doet de bridge, maar ja, schiet hem dan eigenlijk weer slordig naar voren. Het is rust, 1-1 tussen Willem II en Utrecht. Mooi overleg net even tussen Jay en Melvin. Melvin die zegt, ja, ik kreeg gelijk in het begin zo'n, nou, ik zal het woord maar niet herhalen, maar een vervelende goal tegen. Voor de rest vond hij zichzelf een stuk beter. En Jay beaamde dat eigenlijk ook van, ja, dit is ook een opmerkend moment trouwens. Die linksback die even de centrale verdediger blokt, waardoor die bal uitging. Maar Jay die het eigenlijk dus beaamde van, ja, kom op Melvin, niks aan de hand. Sam had eigenlijk geen overleg in de rust. Het gaat denk ik gewoon op dezelfde manier ook verder. Arnijn hier. Gaat hij een trucje doen? Nee, hij schiet dan eigenlijk. Hij doet gewoon niks. Ik wil die bal gewoon schieten. Kansje net eigenlijk voor Willem II. Het is natuurlijk lekker als die schoten niet worden geblokt. Wat natuurlijk wel dit jaar veel gebeurt. Dat ze een keer van afstand erin vliegen. Zie je dus ook echt niet veel inderdaad. Weinig voorzetten. Weinig afstand schoten, maar dat zijn natuurlijk ook geen 100% kansen. Deze jongens gaan eigenlijk door. Ik wil die bal gewoon schieten en hij doet gewoon niks. Dus hij staat gewoon in modder. Tot het laatste moment. Ik luisterde even naar Sam wat hij zei, maar die is niet tevreden. Utrecht hier. Gullit. Maat. Wat een ruimte is dit dan! Wat een ruimte! En hier komt, wilde ik zeggen, de 1-2, maar ik begrijp eigenlijk niet hoe deze kans naast ging. Ja, maar ja, dat is in de laatste fase, ja, loop je gewoon te kloten. Hoe gaat dit er niet in dan? Ja, dat heb ik maar niet graag, ik weet het niet. Ja. Je hebt alle tijd en ruimte, je hebt nog tijd zat om een lijn te maken, man. En verdedigen, dat heb je ook eigenlijk bijna te wezen. Ja, blinde dingen. Voorin even soms versnellen, even tik-tik en dan tik-tik in één keer. Net zoals nu, neem je tijd en geef je hem de tijd om te lopen, man. Mooi even om te horen wat Jay tegen Melvin zegt. Van, ja, je speelt zo goed, maar in de eindfase loop je gewoon te kloten. Alsjeblieft, zeg. Ja, en dat is natuurlijk iets waar Melvin net niet iets voor mijn gevoel aan kon doen. Het was een gewoon een goede actie, goede aanval. En creëerde die ruimte en dat die bal dan niet erin gaat. Ja, dan. En ook nog eens voor mijn gevoel echt 2-3 meter naast. Heel opvallend. Pelé hier dan. Kan hij het dan doen namens Utrecht? Maar Carlos Alberto
die rechtsback staat bij Willem II. Verdedigt ontzettend goed. Het is een open wedstrijd, dat kan je wel zien. Hier is Ronaldo weer namens Willem II. Paas hem naar de andere Ronaldo. Die wordt neergehaald en dan lijkt me dit een overtreding. Oh, dat lijkt me een overtreding, leek me dat voor Willem II. Maar het is Utrecht die de vrije trap meekrijgt. Ik dacht echt even dat Arnijn daar onderuit werd gehaald. Maar het was dus andersom. Het was Arnijn die waarschijnlijk iemand van Utrecht een trap gaf. Sam die hier. Ja, kijk, dit is toch wel een beetje slordig, Sam. Ja, je kan wel ontevreden zijn over het spel. Maar het is zo... Wat een weer een misser van Arnijn. Ja, het is Willem II die hier nu goed wegkomt al twee keer. En nogmaals, ik ben de laatste die denk ik mag zeggen over bepaalde dingen dat je je rust moet bewaren en zo. Maar ja, het valt gewoon op. Er zit een soort patroon in. Ik zie het vaker terugkomen. En het belangrijkste is gewoon dat Sam nu zijn hoofd koel houdt. En niet gaat irriteren en niet gaat gek doen. Want dan wordt het zo 2-1 voor Utrecht. En dan knapt er iets bij hem. En dan kan het ook zo nog 3-1 worden. En dan moet Tim het maar gaan oplossen. Dat wil je natuurlijk niet. 1-1, 70ste minuut alweer. Beide ploegen hebben kansen gehad. Mijn oog Utrecht een stukje sterker nu deze tweede helft. Met twee hele grote mogelijkheden die erin hadden moeten gaan. Wan-Bissaka. Komt hier dan die goal? Hier komt hij, dat kan niet anders. En het is Melvin die de 1-2 erin prikt voor FC Utrecht. Je moet daar 7 van winnen, 7. Als zulke ballen ernaast gaan, 2-3 keer in een wedstrijd. Proberen een eentje erbij te maken. Achterin niks weggeven, maar dat doe je al niet de hele wedstrijd op die eerste minuut. Ja. Hij leeft elke bal in, man. Ik krijg hem zo terug. Ik heb dat nog nooit gezien. Ja, en Jay die bevestigt eigenlijk inderdaad hetgeen wat wij ook zeggen. Hij zei, ik heb dat nog nooit gezien. Sam die leeft letterlijk elke bal gewoon zo in de voeten bij Utrecht. Ik loop daar die bal ook bij Utrecht. Weer, ik krijg hem weer mee. Maar... Ik heb nog sowieso 2-3 kansen. Kom op. Gewoon even rustbaar. Dit doe je ook goed aan, kan al even maken. Ja, dat is goed. Die feedback die Melvin krijgt van Jay. Melvin die zelf niet eens tevreden is eigenlijk met die 1-2. Zegt ja, dat had 6-7-1 moet zijn. Ja, weet je, zo kan je denken. Maar het allerbelangrijkste is wel gewoon die... ja, het klinkt heel zweverig, maar gewoon positief te blijven. En dat probeert Jay bij Melvin erin te krijgen. Weet je, je staat 2-1 voor, niks aan de hand. Het kan zo 3-1 worden nog als... Sam eigenlijk inderdaad die paarsjes slordig blijft geven. En ik snap hoe vervelend het soms kan zijn qua gameplay en alles, maar... Ja, dan maar even een paarsje terug of wat dan ook. Dat doet Sam wel goed. Houdt hier nu wel lang balbezit. Lijkt misschien ook wel een aanvallende te gaan staan. Moet natuurlijk misschien eigenlijk even die 2-2 nog proberen te maken. Moet niet per se, maar... Is zoveel lekkerder voor Tim. Hier een mogelijkheid, een hele mooie actie. Maar Maldini die hem heel slordig volgens mij weer inleeft. Dus het gullet. Oh, dit spel is zo ongekend af en toe, jongens. Echt. Die overtreding maakt. Maar ik denk niet dat dat, ik denk niet dat dat Melvin was die de overtreding maakte. Ik denk dat die speler gewoon tegen gullet aanliep. En dat Melvin niet de overtreding maakte. Had Melvin zelf op rondje gedrukt. Dus de tackle-knop, zeg maar, dan was het wel een penalty geweest. Maar omdat Melvin die speler niet heeft geselecteerd, kan hij er niks aan doen. Zo wordt het dan aangegeven door het spel. Wat op zich best wel fair is natuurlijk, want jij kan er niks aan doen als ja, iemand een bridge doet en toevallig er een van jouw spelers aan loopt, terwijl jij er niks aan doet. Hier een goede steekpaas. 84e minuut. Sam van Hoof. Ga dan iets moois laten zien, maar ja, geeft dan eigenlijk een onmogelijke bal. Waar niemand vrij stond ook, voor mijn gevoel. Moet op dat moment gewoon ook iets langer voor die balbezit gaan. Creëer je ook een soort onrust bij Melvin van ja, wat gaat hij nou doen? Maar ja, hij levert de ballen gewoon over het algemeen te snel in. Cruijff. Davies. Gullit zoekt naar Arnijn of de andere Ronaldo. Hier is die. Doet een direction nutmeg die eigenlijk... net niet goed werd ingezet. Iets te recht naar voren. En dan wordt het nog één kansje voor Willem II. Als Sam het natuurlijk goed uit gaat spelen. Doet dit goed.
doet dit ook nog steeds goed. En... zit er bij hem echt overal tussen, hè? Echt overal tussen. Komt er niet doorheen. Het is 2-1 voor Utrecht. Mooie overwinning is. Bot, hierna gaan we natuurlijk Tim tegen Jay zien en dan kijken. Die drie punten binnen huis. Een trapje af in het tweede duel. Eerste leg werd dus gewonnen door FC Utrecht met 2-1. Jullie hebben het net kunnen zien. Het is nu de taak aan Tim om in ieder geval een punt te pakken. Dat betekent dat hij minimaal met 1 goalverschil moet winnen. Jay daarin de taak natuurlijk om minimaal een gelijkspel deze pot te pakken. Pak je 3 punten. Kijken of Tim hier gelijk een actie in kan zetten. Hele mooie aanval en gelijk. Een grote kans en gelijk een rebound ook die bijna erin viel. Goeie start van Tim. Die natuurlijk ook moed, dat is ook lekker. Klinkt raar, maar soms is het lekker als je pot 1-0 verloren dat je je eigen spel wat aanvallender kan gaan staan. Dat leidt soms tot hele mooie dingen. Als je dan... toch die 1-0 moet gaan maken. Dus een mooie redding van der Sar. Leek mij bijna ook buitenspel, maar dat was het dus blijkbaar niet. Anders had waarschijnlijk de scheidsrechter nog gefloten. Toen die me wel weer inlevert bij Arnijn. Die krijgt hier een grote mogelijkheid. En is het Jay namens FC Utrecht die de 1-0 erin prikt. En dat betekent hele goede zaken voor FC Utrecht. Willem II die nu 2 goals minimaal moet maken voor een puntje. Leefde toch heel snel die bal weer in, Tim. 1-2'tje en Jay die prikt hem erin. Tim en Jay. Ik keek even naar de ranglijst. Tim die het redelijk doet. Eigenlijk wel heel goed zelfs. Kijk even naar de laatste wedstrijden, maar over het algemeen staat hij 4e op de individuele ranglijst. Dus het is eigenlijk Tim die alles binnenharkt voor Willem II. En Sam staat inderdaad 19e, dat moet dan wel. Het is trouwens vaak bij heel veel clubs dat de een heel veel doet en de ander eigenlijk een stuk minder. Het zijn bijna nooit 2 spelers die bovenaan allebei staan of allebei echt stijf onderaan. Nou ja, goed gewoon. Wel zonde natuurlijk voor Willem II die hier wel een kans gaan krijgen, maar Dit is wel apart, want die bal die was helemaal daar al. Die aanval mocht eigenlijk doorgezet worden. En bij het spel was eigenlijk net iets over de middenlijn al. Dus had je verwacht, er wordt wel iets eerder gefloten. Maar FIFA liet het spel gewoon even lekker doorgaan. Ja, ik denk dat Tim ook wel dacht van dit is in ieder geval geen buitenspel. Werd dus heel laat gefloten, wat opmerkelijk was. Aangezien die buitenspel vooral dus rond de midlijn was. Kijken wat Jay hier kan laten zien. Gullet. Doet daar een directional nutmeg dan. Alleen niet, denk ik, degene die hij wilde. Stond iets te schuin. Kijken wat Willem II kan. Arnijn, Dragbacky. Zoekt die ruimte. Was geen ruimte voor de goal. Matteo speelt daar op het middenveld. Pelé. En weer een autoblok, zegt Tim. Ja. Die jongen kost 9 miljoen waar je tegenover staat. Maldini. Ja, die zal ongetwijfeld wel wat autoblokjes doen. Daar kom je amper langs. Maar Tim dus aan een superseizoen bezig. Op de Xbox. Het is misschien wel
hem wel weggelegd om hier te gaan stunten. Is net al twee keer dichtbij geweest. Davies zoekt de ruimte bij Ronaldo en dit lijkt me een grote mogelijkheid. Maar weer die man van 8, 9 miljoen, Maldini moments. Ja jongens, daar kom je gewoon niet zo snel langs. Die kaart is abnormaal. Het is ook niet normaal wat je natuurlijk voor die kaart moet neerleggen als je hem in je eigen team zou willen hebben. Die is iets duurder dan mijn hele selectie bij elkaar. Dan heb ik Prime Ronaldo. Prime Ronaldinho, sorry. Met Ronaldo, R9 dus. Die zijn samen net zo duur als die Moments Maldini. Dus dat zegt al genoeg. Ronaldo hier, reverse elastico. Doet dan weer reverse elastico. Lukt niet. Doet twee keer Zidane. Maar ja, dat wilde hij denk ik niet twee keer. Ik denk dat hij twee keer een reverse elastico of een Akka wilde. Het gebeurt dus vaak dat als jij een Akka of een... ja, dus die Akka van binnen naar buiten die reverse elastico wil doen. Als je dan die Zidane spin doet. R9 komt er niet doorheen. Vieira verdedigt daar goed. Hier een mogelijkheid misschien, een mooie steekpaas. Pelé geen buitenspel, dat is zeker geen buitenspel. Davies die hem teruglegt, gelukt. Was naar Vieira. Kan niet man, kom op. Ronaldo en ja, dat is dan net iets te druk in Jay Badal. Deze wordt dan op het laatste moment weer geblokt door Maldini. Maar die paas was net iets te scherp. Laatste aanval. Kan Tim nog stunten? Hij moet eigenlijk die aansluitingstreffer maken. Voor rust zou heerlijk zijn. Kent hem met geluk mee. Pelé, gaat hij dan doen? Maar het is goed verdedigd door Virgil van Dijk. 1-0 voor Utrecht. Tweede helft hier. Utrecht een ruime voorsprong. Twee goals nog steeds. Dat betekent dat Tim twee goals moet maken. En dan heeft ze slechts een puntje. Het is natuurlijk geen lekkere opgave dat je eigenlijk weet dat je drie goals moet gaan maken voor die drie punten. Maar het kan. Tim hoeft maar te scoren en er kan ook iets gaan komen bij Utrecht. En daarmee bedoel ik, er kan ja, toch een soort angst inkomen van ah nee, ik sta 2-0 voor. Ga je misschien nog defensiever staan, want juist tot nog meer mogelijkheden leidt voor Willem II. Pelé, goede actie. Maar ja, daar staat hier weer Maldini. Countermogelijkheid voor FC Utrecht en Mbappé. Zoekt de achterlijn. Gaat dan weer terug natuurlijk naar die twee centrale middenvelders. Vieira en Gullit. Mbappé. Opvallend wel dat Tim met Matteo speelt. Een hele kleine speler, kan wel veel. Maar ik vind hem iets te klein eigenlijk voor op het middenveld. Hij is wel heel goed hoor, snel, zit overal tussen, een soort Kanté. Alleen dan een snellere versie. Alleen ja, als je Gullit hebt en Bruno Fernandes, en doe het maar op. Ik vind Matteo's misschien niet de fijnste keuze, maar ja, goed. Hij doet het goed. Het is weer Maldini, inderdaad, wat Tim zegt. Drie keer van die Maldini al, wat een valse spits is dat, zeg. Ja, mooi om te horen. Tim die gek werd van die autoblocks van Maldini. Ja, het is ook niet normaal, hè. Het is ook frustrerend. Terwijl hier gaat dan de genadeklap komen, denk ik, voor Willem II. Maar Utrecht schiet tegen Van der Sar. Het is dan ook geen corner, wat wel een corner leek. Goed verdedigd in ieder geval door Tim. Want als het hier 2-0 wordt voor Utrecht, dan is het ja, over en uit. Kijken wat Tim kan laten zien. Backs komen in ieder geval mee omhoog.
Matthäus, daar is die. Ronaldo, autoblokje. Nee, ja, het is wel weer Maldini die ertussen zit. Niet helemaal de bedoeling, want het was een fake shot die net verkeerd ging in mijn ogen. En daardoor stond Maldini daar wel weer op de goede plek. Het was niet echt een autoblok, maar... Het is wel Maldini die ook hier weer bij Willem II er goed tussen komt. Ja, dan zal hij wel zo goed zijn als hij degene is die continu ertussen zit. Hier is hij weer. Pelé. Tweede paal, maar... Wordt hier geschreeuwd om een penalty. Leek me geen penalty. Leek me gewoon een goede redding. De wedstrijd is niet zo helemaal los, want hier is Willem II weer. Goede mogelijkheid. Het is niet de man waar hij die paas naartoe wilde geven. Carlos Alberto lokt hem naar Matthäus. Gaat hem dan pasen op het moment dat het bijna niet meer kan. Ja, dat zie je aankomen. Het is daar net te druk. En Bajet neemt de spanning ook toe. Geeft hem zo weer in de voeten. Volle druk van Willem II. Hier moet hij dan komen, maar... Weer een blok, volgens mij, van Davies. Ja. Hij doet gewoon een sliding. Ja, we worden volgende week al twee blokken lang. Maar goed, we gaan volgende. Ach, deze het gewoon vasthouden. Onvoorstelbaar, man. Zo. Ik weet niet of ik gewoon 5-3-2 moet gaan spelen, man. Echt gewoon 5-3-2. Maar hij is wel dit. Net zit je nu pas naartoe, volgens mij. Nou, ik weet het niet. Ga ik net 4-2-3-1 met opgevallen bij of zo. Tim, die echt alles of niets gaat spelen, speelt met Eusebio rechtsback als opkomende man. En MLP als centrale verdedigende middenvelder. Ja, die gaat echt alles of niets spelen. Dit gaat... Ja, of 1-1 worden of 2-0. Dat blijft nooit 1-0. Grote kans wel dat Utrecht misschien gaat scoren. Kijk dan wel een ruimte daar. Twee man bijna helemaal vrij. Maar Tim die gaat ontzettend veel mogelijkheden krijgen. Als hij rustig is in ieder geval in balbezit. Utrecht die ook een tikje defensiever lijkt te staan. Maldini, daar is hij weer. De man die jij niet voorbij komt. Hoe goed je spelers ook zijn, want dit zijn de beste spelers. Hier is dan de aansluitingstreffer, wilde ik zeggen. Doen? Echt serieus, wat moet ik doen? Maar ik kon niet goed zien wie hem verdedigt. Het zal ongetwijfeld weer Maldini zijn. Inderdaad, Tim zegt, wat moet ik nog meer doen? Ja, het was een goede aanval. Daar kan je niet zoveel aan doen. Wat moet ik doen, jongens? Lijken in ieder geval sowieso 3 punten te worden voor SC Utrecht. Misschien nog een mogelijkheid straks voor Willem II, maar ik zie hier niet dat er nog 2 goals vallen. Überhaupt had ik voorspeld dat er nog gescoord zou gaan worden, dus dat moet dan eigenlijk wel gebeuren. Dit is dan buitenspel en ook onderschept door Vieira en dan kan Jay dit rustig uitspelen. Kiest hier waarschijnlijk voor balbezit, ja, als hij slim is. Pissig, man. Hij wordt pissig, maar er lijkt me niks aan de hand. Ik weet niet wat hier gebeurt. Kan gewoon nu toch voor dat balbezit gaan en dan speel je de pot uit. Hoogstwaarschijnlijk krijgt Willem II misschien nog 1 kansje. Geeft hem blind voor. Had dat natuurlijk niet hoeven doen, maar weet waarschijnlijk dat hij de wedstrijd ook wel heeft gewonnen. Cruijff schept hem dan weer namens Utrecht. En Tim die heeft het ook opgegeven. Het zijn hele belangrijke punten die Utrecht gaat pakken nogmaals. Dit was echt een 6-punten duel. Utrecht die al 2 punten los stond van Willem II. Pakt nu 3 punten. Klimt naar plek nummer 7. Moet je nagaan. 17 punten. Maar goed, de concurrenten die spelen natuurlijk ook allemaal. Utrecht die neemt het vandaag nog op tegen PSV. Wat natuurlijk een ontzettend mooie pot is. PSV die nog steeds bovenaan staat met 31 punten. We gaan het zien. Vandaag nogmaals Utrecht tegen PSV. En Utrecht wint hier met 3-1 van Willem 2. In één keer schieten. Ik moet 2 keer schieten.